allemaal, welkom bij een gloednieuwe video van Snor Gaming. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe wij bij het Dark Moon Fest kunnen komen vanuit Stormwind. We zijn hier in Stormwind een beetje bij de poort, zoals jullie kunnen zien. Dus wij pakken even de Golden King, zo'n mooi beestje. Die beklimmen we even en dan gaan we naar het Dark Moon Fest. En wat je gewoon gaat doen, je loopt echt uit Stormwind, laat maar zeggen wat ik nu aan het doen ben, vanuit de poort. Hierheen. En dan spreekt het een beetje voor zichzelf. Wat je dan gaat doen is, je loopt gewoon de hele tijd dit pad af. Gewoon dat rechte stuk naar Goldshire. Je kan vanaf hier ook even daar de trappen op. En het vliegbeest pakken. Die kost wel, geloof ik, 1 zilver zo ongeveer. Voor mij zou het niet uitmaken, want ik heb 540 goud. Maar alsnog, het laat het jullie even goed zien. Dus wij gaan nu... traveling beker. Wat zou je dan verkopen? Ik denk, ja, dat dacht ik al. Allemaal lekkere broodjes. Maar je loopt gewoon het pad af. Maar ik wil ook wel vaker dit soort video's opnemen van World of Warcraft. Gewoon misschien hoe ik een dungeon doe. Maar ook meerdere how-to video's. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Oké, hier heb je iemand van level 8. Oké, ik ben level 48. En we zijn in Goldshire aangekomen door het lange pad te volgen. En dan zie je, tussen deze twee huizen kan je daar het Dark Moon Fest zien. Dus wat je gewoon doet, je loopt er even langs, behalve als je maar wil kijken. Je hoeft nog meer per se te doen, je kan even met een paar van deze mensen praten. En dan druk je gewoon hierop met je rechtermuisklik en dan word je daarheen geteleporteerd. En ik zal even zo doen. Zo. En wij gaan... ik zal even zo zetten, dat je de minimap rechtsboven kan zien. En al mijn dieren. Mijn vliegdieren staan hier namelijk. En rijdieren. Maar ik kan nog niet vliegen, dat wil ik jullie ook een keer leren. Hoe je dat kan gaan doen, dan moet je wel even 60 zijn. Je kan dit beest pakken, dat doe ik ook wel even voor een voorbeeld. Deze zijn wel wat slommer als je normale rijdier. Maar het is sneller als lopen, dus ik zou deze wel gebruiken. En Majestic Magical Fair. Ja, dat is het wel. Je loopt gewoon vanzelfsprekend een beetje de pad af. Je kan ondertussen al deze bordjes bekijken, schilderingen. En je ziet het vuurwerk al. Het is echt een super mooi feest. Ik ga er elk jaar heen. Het is namelijk niet altijd. Het is elke. Wat zal het zijn? Elk jaar. Een week, denk ik. Zo ongeveer zal het zijn. Dus wij gaan daar nu een beetje heen. Kijk eens, we zijn nu bij de poort aangekomen. Hier heb je iemand van level 110. Ja, dat is nog iets hoger als mij. Pak even mijn coolste beest. Deze. Ja, die is gaan. Nou ja. Nou, hier heb je ook wel mensen van de Hoor. Voor mensen die het niet weten, je hebt de Alliance, dat zijn de goede rikken. En de Horde, dat zijn de slechte rikken. En deze zijn van de Horde. Alleen op het feest komt iedereen samen, dus... please stay out of the gaming area. Oh, dit is een spelletje. Dat is best wel leuk. It's Hammer Time. This point by Wacking Gnolls. Jongens, we gaan gewoon even leuk dit spelletje spelen. Om te laten zien wat je... Gnolls wacked. Ja, ik wil nu met Gnolls gaan wacken. Nou, ik mag gewoon het spel niet spelen. Nou jongens, ga niet naar deze mevrouw. Ze bedriegt je gewoon compleet. Under construction, keep out. Ik denk dat hier een of andere show gaat komen, maar dat weet ik nog niet zeker. Oh jongens, dit wou ik altijd al doen. Wauw. Oh, kindertjes gaan de kant. Ik wil het doen. Yeah. Maar jongens, je kan dus allemaal dit soort dingetjes doen. Op de Dark Moon Fest. Maar wat je ook echt even moet doen als je hier bent. Niet cakejes kopen. Natuurlijk een beetje moeite geld. Maar we gaan even zoeken. Want je kan het natuurlijk ook wel spelletjes doen, zoals ik al zei. Van dit. Maar ja, van de helft van de tijd lukt het bij mij nooit. Maar ik ga even kijken waar ik het kan halen. Heirloom. Oeh, dat is mooi, heirloom. Daar hou ik altijd van.
Even kijken hoor. Ja, hier zo. Je gaat, kan hier vuurwerk kopen voor één ticket. En ik weet, ja, je kan tickets gewoon verdienen. Maar, ja, en dan krijg je dit soort vuurwerk. Ik heb het even voor jullie gehaald om het te showen. Doe ik even deze. Kijk, krijg je dit soort vuurwerk. Maar je kan ook dit afsteken. Deze vind ik zelf iets mooier. Snap je wel. Ook met het logo van de Dark Moon Fest. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden. En ga zeker even wat vuurwerk kopen. En dan zie ik jullie dan. Doei doei!